Wat? Nou, ik moet nou weer twee rondjes winnen. Dan zit ik al op 150 deeltjes. Maar ik mag nog maar één verliezen. Tier 4? Gewoon die Engelse? Ja. Oké. Okay. Ready. Of niet, weet je. Ik moet de toppunten maar even dienen. Dus, Ja. Nou, ik ga hierna ga ik wel even ook nog even mijn booster aanzetten. Ik zag net dat ik die nog niet. Ik heb vandaag eentje gekregen. Kijk, niet opgelet. Ook 10%. Oh, allies. Hm? 10% voor all allies. Oké. Okay. Ik ga wel eerst met die KK. Ja, de FV221 rijden. Hoef ik nog maar weinig voor te ontwikkelen. Tenminste, weinig punten voor te hebben, dan heb ik een tier weer vol. Ik weer extra voor mijn tortoise. Tortoise. Tortoise, weet ik veel. Nou, punt eerst naar A. Nou, als ik kogel naar A toe. Ik rijd meteen door richting C. Dus er moet iemand naar A toe. Ik ben de weg. Heel snel. Nee, ik niet, maar ik hoop dat ze hier nog een paar slim zijn om meteen door te rijden. De jakpanter die rijdt in ieder geval door. Nee, die gaat linksaf. Lul. Lulo. Stopsnelheid, weet je? Ja. Ja, ik ben bijna bij A. Ja, ik zie dat je nog iemand bij je hebt. Het zal niet afvallend wel zijn. Iedereen bij me, hoor maar. Ja, het meeste gaat omhoog. Gaat onderlangs. Dan zal ik het wel niet redden, waarschijnlijk. Om daar uit te komen waar ik moet zijn. Waarschijnlijk heb ik geen slimmerikken bij me. Ja, laat ik het anders zeggen. Ik heb niemand bij me. Nee. Maar je riep zo hard na dat ik gelijk naar ging. Ja, nee, is goed. Ja, luister. Als daar niemand naartoe gaat, hebben we die vlag sowieso niet. Dan kan ik beter meteen doorrijden. Maar ze hebben het concept niet helemaal door van het doorrijden, geloof ik. Nee. Ik ben niet zo hoog, dus. Hij is dan met die andere stil, dus. Ja. Draaien, kring, kan ik hier tussenin staan. Kijk, want nou ben ik al aan het cappen, ja. Snap je? Oh, is... oh god, gaat hij weer gaan snijpen? Hè? Huh? Kom... Wat snijpen? Ja, eentje voor me, die gaat gewoon zo snijden, die gaat gewoon mijn hoekje staan wachten, weet je. Nee, daar. Nee. Ik wil helemaal om me heen rijden. En bij mij zijn ze ook alleen maar eromheen aan het rijden. Maar goed, als ik deze vlag heb, dan hebben we wel, krijgen we wel een nieuwe spawn. Snap je? Ja, ik ben om cirkel te gaan. Domme. Ja, beter over de brug heen kunnen komen. Ja, we staan op de boeren daar, wij zien er dan nooit meer morgen. Sta aan zich, sta ik hier goed. Ik sta tussen die bomen, maar die tank is vrij laag. Snap je? Maar ik sta nog steeds als enigste op die vlag. Kom op. Misfire, dan heb ik dood. Ja, shit. Als je niet achter mis bij dan kom ik wel zeg. Kijk, nieuw respawn point. Die kan achter me respawnen. Net op tijd hoor. Net kezen. Ja, je moet wel opletten, je staat ook wel meteen in het schootsveld, zeg maar. Nee. Je moet cover, krijgt de tyfus. Ik zit tegen een boomstronk op te rijden, hè? Hij is daar bij die molen, zeg maar. Ja.
Mooi even. Hit, zij staat even stil. Oh, lieve. Waarom raakte mij nou ook? Ja, diefste. Ja, ik zit vast tussen de bomen. Ik moet mij. Ik kon er wel tussenuit. Ah, ik kon er niet tussenuit. Hit, Tiger H1. Probeer ik het anders. Nou ja, kom. Ja, hij probeert nog steeds tussendoor te komen. Tiger critical hit voor mij. Die is weg, die Japanto. Ja, ik probeer, ik kan niet meer wegkomen. Mijn rustband is kapot. Ja, ik zit vast. Ja, ik ben even aan het repareren, kom dan even. Ik kom er wel uit, uiteindelijk, hoop ik. Dat even ja, ik ben eruit. Dan ga ik door naar de volgende. Wacht, screw it. Ik ga hier niet staan wachten, ik moet naar voren. Dan mijn tank maar kwijt, maar... Proberen over te steken en dan steek ik zo door. Kom in, troep! Kan je me lekker zitten? Ik rijd door naar de brug. Godverdomme. Hartstikke erop. Gelukkig is dat ding een beetje dik pas, hè? Die FV221. Ja. Zo, ja, ik krijg net een direct hit van de Tiger. Oh, T3487. Je hebt een critical van mij. Ik moet doorrijden als een kogel. Oh, even stoppen, dan kan ik hem nog vernietigen. Alsjeblieft. Dan rijd ik nou wel door. Kijk, nou wordt het penibel. Je zit aan de overkant, ja. Ja. Maar ik moet nog een brug over. Maar goed, ik rijd door richting hun spawn. En dan ga ik daar het bruggetje wel over. Oh, een IS-1 staat op de heuvel. Maar bij... G rechts, spanten. IS-1 zie ik. Maar er komt ook een vliegtuig recht op me af. En ik ben dood. IS-1 heb je van ja, dat was die G. Ja, diegene ga ik nou wel aanpakken. Pak mijn challenge aan. Moet rijden gewoon. Ben ik CMZ daar? Oh, wacht, cancel. Even de goede vlag aanklikken. Nou, hier vlucht, hè? Hier vlucht, hè? Ik ga hier de brug houden, weet je dat? Gewoon vanaf het spawn. Ik kan nog niet repareren, zeg maar. Nee, ik ook niet. Ja, met deze wel. Die hier. Ah. Blijf even hier staan, ik ga vliegen. Even kijken of ik een baantje voor je kan maken. Nou, ik zie alleen mezelf, ik zie jou niet. Maar ik zie wel die twee mediums. Het zijn de enige twee die daar staan, by the way. Ja, Panther D zie ik naar te kijken. Ja, die zie ik Radar, niet. Ik zie het. Radar. A3. Radva. Ja. Ja, er zijn er meerdere met Radva. Ja, bam. Ik heb ook nog twee bommen voor je flikker gegooid. Haha. Voor hem gegooid. Pats, één is dood. Die Dirk die heb ik. Die D. Mooi. Hier nog een pand te geven, een beetje naar links, zeg maar. Ja, ik moet hier een brug over, maar ik word al geraakt. Dus ik moet even doorrijden, zeg maar. Anders kan ik de brug niet over. Achterin. Ja, ik heb nog steeds 5 manningsleden. Hier zit een brug, niet. Hihi. Zo ik rijden. Zo, Su-85. Achteraan, denk ik. Krijg weer een vliegtuig naar me toe. Waar vandaan dan? Vanaf Spanje, zeg maar. Ja, welke? Die op D7 of die op E4? Die op D7 daar zo bivakkeren die.
weer, hier kan hij me nou fucking op mijn dinges raken. Gas naar voren toe dan. Hij heeft hem ook nog ook. Nou ga ik met mijn Centurion. Fuck you, ik had hem wel in de brand geschoten bij de wijze, zie ik. Maar net niet genoeg. Nou, pakken we mijn Centurion. Wij zijn ook al twee vlaggen kwijt, hè? Ja, ik ben er waar. Nou, de laatste tank. Pas bij ons. Als niemand naar haar toe gaat. Die is weg. Dat was Ravda 1. Die heeft mazzel dat de Messias 1 naar achteren toe rijdt. Gaat er dan bij staan, hè? Zot. Ik zit gewoon op je bloed. Van voren naar achter is geen optie. Doorrijden. Gaat hier een lul midden op een brug staan? Dat is ook wel een goeie. Dat moet je dus juist niet doen. Je moet gewoon doorrijden. Screw it, dood ga je toch, weet je? Die was happy, happy. Ja, dat is een jonge gozer. Okay. Ik moet even doorrijden, de loader. Kom terug met die. Ja, hit. Ik krijg hem even terug van me. Dan krijg je echt door, vriend. Dief is voor je. En zo was het met die appie, happy, happy. Nee, niks. Die zag van de week al over. Die was met zijn vriendje en zo. Dat is toch goed? Dan moet je zeggen, meteen tegen hem zeggen van nodig hem uit bij het squad. Het squad. Nee, dat was die andere die dan in zat. Zo, ready. Ik zie wel weer wat schip staan. Min 1600. Maar als ze winnen, dan kom ik al plus uit. Maar... Oh, ik moet even samen een booster aanzetten. Net op tijd, hoor. Even gelijk een update vandaag. Nou, die update weer eens. Ja. Ja, maar goed. Ik heb bij die YouTube upload heb ik er ook bij gezet, hè. Wat de hel, tier 4 en tier 5. Dat sowieso. Nee. Maar goed, nou ook geen tier 5 tegengekomen, hè. Weet niet, ik was er zelfs nog uit. Nee, we waren geen tier 5 tussen. Ik ga maar weer even met mijn camera. Ja. Marvon. Ik ga gewoon met Marvon rijden. Ik krijg gewoon op mijn gemakje weer een C. Te van achter jou. Hoezo? Gewoon lekker naar aan, dan kun je punten cappen. Ja, maakt mij niet uit. Ik bedoel, ik zet hem recht achter dat huis en ik zie wel wat schip staan. Ja, dat maakt niet achter jou. Opzij, hè? Ik denk die gozer een idee ook, maar ik blijf gewoon rijden. En rechtstreep, screw you. Als ik per ongeluk tegen me aanrijd, heb je gewoon pech. Oh, hobbeltje. Zo is inderdaad CPU zwaar. Wat zijn er? Nou, ik zit nu op 1080p te streamen, ja. En dan op...